Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik aan je laten zien hoe ik altijd mijn dekjes schoonmaak. Hoe ik mijn dekjes was en wat ik dan precies doe. En ook ga ik een nieuw product uittesten die mij daarin gaat helpen. Dus ben je benieuwd wat en hoe ik dat altijd doe? Blijf kijken! Het is belangrijk om je zadeldekjes mooi schoon te houden. En dat is ten eerste fijn voor je paard, want het is natuurlijk veel fijner om een schoon, mooi zadeldek onder het zadel te hebben dan eentje met opgedroogd vuil en zweet. En nou, dat is natuurlijk helemaal niet prettig. En ten tweede is het ook natuurlijk beter voor het behoud van je zadel als jouw dekje gewoon mooi schoon is en dus niet opgedroogde viezigheid op zit. Wat ik ten eerste altijd doe is na het rijden het dekje gelijk onder mijn zadel vandaan halen, deze goed uitkloppen en laten drogen. Het gebeurt wel eens dat zadeldekjes onder het zadel blijven zitten en voor het behouden is dat niet heel goed. Vooral als het paard heeft gezweet, dan blijft dat natuurlijk op dat leer zitten. Ten eerste kan je dekje dan niet goed drogen. Ten tweede blijft dat natuurlijk ook op je leer en dat is ook niet goed. Dus altijd even uithangen en uitkloppen. Ik heb niet echt een vaste periode dat ik zeg maar elke maand mijn dekjes was of elke twee weken. Ik kijk wel een beetje van hoe fiets is hij en is het weer nodig. En als het zover is, dan doe ik altijd als eerste even op stal de ergste haren eraf halen. Met bijvoorbeeld een roskam of met een poetsblok. Ik heb het al eerder in de vlog laten zien dat ik dat doe. Dus dat is eigenlijk altijd stap 1 dat ik dat even doe. Want ontharen is ook een heel belangrijk proces voordat je het dekje gaat wassen. Want je gooit het niet zo het vieze dekje hop in je wasmachine. Want dan heb je al die haren, dat is echt niet goed voor je machine. Het verstopt je filters. En als jij daarna weer een ander wasje gaat draaien, zoals bijvoorbeeld gewoon je gewone kleren, dan zit alles onder de paarharen. En nou, dat is ook niet heel fijn natuurlijk. Dus ontharen van je dekjes voordat je gaat wassen is echt heel belangrijk. Vervolgens doe ik thuis altijd nog even met stofzuiger goed alle haren eruit halen. Daar ben je soms best wel even mee bezig hoor, daar kijk ik me ook wel eens op. Maar even met stofzuiger even goed de dekjes ontharen. Zo, ik heb het dekje nu dus helemaal uitgeklopt en met de borstel of in ieder geval met de poetsblok gedaan en uitgestofzuigd. En ik weet niet of je het nu kan zien. Hij is echt wel een stuk schoner. Maar alsnog zit er echt wel wat haartjes nog in. Bijvoorbeeld in die naadjes zo, die er echt heel lastig uitgaan. Die zitten echt helemaal in vast. Dat zijn ook vaak dan de haren die echt in de machine achterblijven. Dus ik ga nu nog even één keer overheen met de borstel. En hij lijkt super schoon, maar nu ben ik er drie keer overheen gegaan en kijk. Zoveel zit er dus nog op. Dus daarom doe ik dus altijd nog even met die borstel na. Want het is echt nog vet veel haar wat er dan nog afkomt. Maar toch, en waarschijnlijk hebben jullie dat ook wel eens gemerkt, heb je al die stappen gedaan, helemaal onthaard. Doe je dekje in de machine, haar hem eruit, zit er alsnog overal haren. Want die haren gaan natuurlijk echt helemaal, vooral als je bijvoorbeeld zo'n stofje hebt, dat heel erg ademt. Er zitten een beetje van die gaatjes in, van dat gaasachtig. Die haren gaan daar echt in zitten. En als dat dus nat wordt en centrifugeert in je rondspint in je wasmachine, dan komen al die haren alsnog los. En daar is dus iets op verzonnen wat ik nog nooit eerder heb gebruikt, maar vandaag dus ga uittesten. En dat zijn deze 6 wasballen. En ja, zo heet het echt. Heb ik niet zelf verzonnen. Zit in het zakje. Ik zal even laten zien. Dubbel zakje. Kijk, en zo zien ze er dan uit. En deze kleine balletjes zijn echt heel licht. Maar er zitten dus een soort van die haakjes aan, die weerhaakjes. En het is vrij stevig. En die haren, of die haakjes, die zorgen er dus voor dat ze de resten haren opnemen. En dat het dus niet in je machine achterblijft.
Nou ja, waar ik natuurlijk wel heel benieuwd naar ben, is ten eerste werkt het. Ten tweede beschadigt het mijn dekje niet, want het is vrij stevig. Je kan het bijvoorbeeld ook voor je gewone kleding gebruiken, staat erbij. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf zo'n beetje wollig gebreid vest. Het is niet echt wol, maar je weet wat ik bedoel, denk ik. En daar blijft ook altijd heel veel haar op plakken, ook gewoon van mijn eigen haar. Maar ik denk dat ik het daar dan bijvoorbeeld niet zou gebruiken, want dat pilt vet snel, dat spul. Dus ja, dat zou ik denk ik niet zo snel doen. Maar ja, ik heb nu gewoon, die heb ik natuurlijk net al, had je al gezien, een gewoon zadeldek. Dus dat is van het echt wel dat stevige materiaal. En aan de binnenkant zitten van die gaatjes, dus dat is dat ademende, gaat lekker vandaag, ademende materiaal. En bij dit dek durf ik het wel, want dit is, nou, dit moet het wel tegen kunnen. Dit speelt niet zo gauw, dit is echt wel stevig. Maar als je bijvoorbeeld van die hele gevoelige stof hebt, van die mooie gladde of misschien met dingen erop, weet ik niet of ik dat zou durven gebruiken, maar bij deze geen probleem. Het is dus de bedoeling dat je er alle 6 erin gooit bij je was. En ja, dan moet ze dus alle haren, overige haren opnemen. En ze zijn natuurlijk herbruikbaar. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ze er dan uitkomen. Of je ze weer makkelijk schoon krijgt. Want je wilt natuurlijk niet dat die helemaal volgestopt zit met haar. Want dan kan je hem natuurlijk de volgende keer niet makkelijk gebruiken. Dus dat ben ik ook benieuwd naar. Dus of het werkt, of je de haren goed opneemt, of mijn dekje mooi blijft. En of ik ze makkelijk schoon kan maken. Dus dat zijn een paar dingetjes die ik vandaag wil gaan proberen. Hoe ziet mijn dekje er dus nu uit? En op het blote oog heel schoon. Ja, niet schoon natuurlijk, want je ziet die opgedroogde zweet en vieze vlekken. Maar qua haar helemaal schoon. En zo gooi ik hem dus eigenlijk altijd in de wasmachine. Al die stappen die ik net liet zien, die doe ik dus ook altijd echt. En nog komt er dus altijd echt hele, allemaal haren uit de machine. En nou, als je heel goed kijkt, nou, dan moet je wel echt heel goed kijken. Dan zie je inderdaad in de naaks op sommige plekjes ook nog wel echt van die haren die er heel lastig uitgaan. En dat zijn dus altijd die haren die er met wassen wel uitgaan. Dus daar ga ik nu die wasballen voor gebruiken. Dus laten we naar de wasmachine gaan. Oh, daar zijn we dan. In principe heeft elk dekje een waslabel. Oh, deze dan toevallig niet. Toch? Of heb ik hem er al uitgeknipt? Dat kan ook. Nou, in principe heeft elk dekje een waslabel. Mag je dekjes meestal wel op 40 graden wassen. Ik probeer zelf altijd zo koud mogelijk te wassen. Dus het liefst op 30. Tenzij ze echt heel vies zijn. Nu vind ik dit dekje is best wel vies. Nou, dat liet ik natuurlijk net al zien. Er zit best wel veel opgedroogd zweet in. Ik ben ermee naar het strand geweest, dus zeewater. Dus ja, ik ga denk toch maar voor 40. Ik doe mijn dekjes in principe altijd gewoon alleen in de wasmachine. Soms 2 dekjes tegelijk, maar daar worden ze toch niet heel schoon van. Maar ik denk dat ik het nu gewoon alleen doe. En je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om je dekje in een kussensloop in de machine te doen. Dan vang je dus ook heel veel haren op. Dat kan ook, maar ik ga nu dus de wasballen erbij doen. Ik doe ze dus alle 6. Zo, erbij. ja, dus gaat gewoon precies wat er gebeurt. Ik doe meestal gewoon een standaard programma van een uur of zo. Nu doe ik hem dan op 40 graden en het centrifugeren doe ik dan, staat nu op het hoogst. En dan bekijk ik eigenlijk altijd even per hoe vies mijn dekje is en de kwaliteit van de stof, zeg maar, hoe stevig het is. Nu is dit wel echt een heel stevig dekje die veel kan hebben, dus deze laat ik op zijn hoogst staan. Zwart dekje. Dus ik doe zwart wasmiddel erbij. Gewoon wat ik normaal ook zou doen. En als het echt heel vies is, het dekje, dan doe ik er ook nog van die vlekverwijderaar bij. Maar dat ga ik bij deze nu niet doen. 40 graden doe ik vandaag en dan kan hij aan. A few moments later. De was is net klaar. Dus gaan kijken wat er is gebeurd. Oké, de ballen liggen allemaal hier in de rand. Dus ga eens kijken.
Er zit niet heel veel haar in. Wel wat. Het valt wel mee. Ik leg ze even aan de kant. Dan gaan we even verder kijken. Want ik zie bijvoorbeeld in de rand wel nog wat haren zitten en vuil. Nou, vuil is logisch, maar ook wat haren. En kijk, zeg maar hier. Ook allemaal haren. Dekje uithalen. Nou, die ziet er wel echt heel schoon uit. Hier en daar natuurlijk nog een haar, maar goed. Dat is van dat... Dat hou je met deze onderkant. Maar verder ziet hij er goed uit. Dus ik ga die gelijk uithangen, zodat hij mooi kan drogen en in vorm kan blijven. Maar hij ziet er mooi schoon uit, dat wel. Zo even de situatie bekijken, want normaal heb ik dus echt heel veel haren erin, zeg maar. Echt in die gaatjes, in de trommel. Dan zie ik hier een eentje. Maar het valt echt mee. Normaal zit er echt wel hier helemaal tussen, zeg maar, al die haren en erin. En dan moet ik hem echt helemaal laten drogen. Dan moet ik hem helemaal uitzuigen of uitvegen. Maar dat lijkt nu wel mee te vallen. Hier en daar zie ik nog wel wat haren. En natuurlijk dan hier in de rand. En hier. Dus ik moet de machine wel nog steeds schoonmaken. Maar het zijn echt een stuk minder haar dan hoe het er normaal altijd uitzag als ik mijn dekjes uit de was haalde. Zo, en dan de wasballen. Er zit niet zoveel haar in als ik had gedacht of was gehoopt. Maar toch zit er nog best wel wat in. En het idee is dus dat je ze kan hergebruiken. Dus ik ben nu heel benieuwd. Er staat verder niet bij hoe ze schoonmaak maken. Maar je kan dus wel... Misschien is dit niet de handigste plek om dat te doen. Maar je kan dus wel heel makkelijk de haren eruit pulken. Als je gewoon een beetje zo grof eroverheen veegt. Dan gaan ze er ook wel uit. Nou schiet het natuurlijk niet op, want ze zijn nog nat. Ze komen echt net uit de machine. Dus misschien kan je ze beter even laten drogen. Maar het gaat er echt best wel makkelijk uit. En dan kan je dat natuurlijk het beste even... boven iets doen en dat je ze daarna makkelijk weg kan gooien. Want nu gooi ik het gewoon op de grond en dat schiet natuurlijk niet op. Sorry trouwens voor mijn prachtige nagellak op dit moment. Maar ja, goed. Alle paardenmeiden die wel eens nagellak dragen, die hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen waarom het er zo uitziet. Kijk, hier zie je een... Ik zit er niet heel goed op de camera. Hier zie je enkele haren, ook lange haren van mij. En op zich krijgen ze er best wel makkelijk uit. Je hoeft er alleen maar een beetje eigenlijk overheen te wrijven. En ik denk dus dat als ze droog zijn, dat je ze er... Oh, ik denk dus als ze droog zijn, dat je ze er echt nog makkelijker uit krijgt. Dat je het er echt zo uitveegt. Het is niet zo compact als het lijkt, dus ja. Nou, al met al ben ik best wel tevreden met de test. Er zit echt nog wel wat haren in de ballen die anders dus in mijn machine waren geëindigd. En helaas zit er nog wel wat haren in de machine, dus ik moet hem, als hij helemaal droog is, nog wel eventjes of een oud, of hoe noem je dat, of een vies paardenwasje erin doen, dat dat nog de haren opneemt, of gewoon even schoonmaken. Maar goed, ik denk dat 80% al hierin zit. Dus dat scheelt natuurlijk wel een heleboel. Nu had ik ook wel een lastig dekje uitgekozen. Natuurlijk met die gaatjes aan de onderkant, zeg maar, waar die haren echt ingaan. Misschien als je een... Ik denk als je zo'n soort zadeldek hebt als deze. Dus die heeft gewoon zo'n katoenen, zo'n gladde binnenzijde. Dat het nog veel meer scheelt. Want ja, hier gaan ze niet echt zo in zitten. Niet op die manier van zo'n dekje met die gaatjes. Dus dat ga ik dan de volgende keer nog even proberen met zo'n... gewone onderkant. Maar voor nu ben ik er wel heel blij mee. En ik denk mijn wasmachine ook. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En dat je er wat aan hebt gehad. En als jij nog tips hebt om hoe jij je dekjes was. Of je bijvoorbeeld je zweetdekens. Of als je nog tips hebt om het makkelijk te ontharen. Of iets om het te wassen. Deel ze vooral. Ik ben heel benieuwd waar jullie mee komen. En dan wil ik voor nu heel erg kijken. Wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken.
En tot de volgende keer. Doei!